De syndicale strijd in de non-profit sector. Het broeide al jaren. De militanten zaten op hun tandvlees. Ze beslisten. Eind april 1988, aan de vooravond van 1 mei, liepen wij met 50 militanten in de Wetstraat naar het kabinet van minister Busquin, minister van Sociale Zaken, en van de Wetstraat naar de Jozef II-straat, naar minister Jan Lenses, CVP-minister, verantwoordelijk voor welzijn. We droegen een grote, levensgrote pop mee als vermoeide, overwerkte werknemer. Wij waren het grondig beu, al jaren overwerkt. De frustratie over het verlies van de kwaliteitszorg was groot. Maar de mensen in de instellingen aan hun lot overlaten? Nee, dat nooit. Veel schroom moest overwonnen worden om voor zichzelf op te komen. Maar de bom was gebarsten. Elke week op dinsdag liepen wij de Wetstraat af, de Jozef II-straat af, eisend ten aanzien van de ministers. Elke dinsdag, de dwaze moeders van Argentinië indachtig. En waarlijk, onze rangen groeiden aan. Elke dinsdag meer volk. En we zagen ook in verschillende steden dat mensen al op straat kwamen. Voorzichtig, maar ze kwamen op straat. Het was duidelijk. Wij willen kwaliteitsvol werken ten dienste van de mensen waarvoor we staan. Geef ons meer volk. Ja, en wij durfden nu ook al zeggen, wij zijn onderbetaald. De slogans werden duidelijk. Loon naar werk, met meer aan het werk. Loon naar werk, met meer aan het werk. De derde pijler luidde ook, meer inspraak in het beleid. Wij eisten van het politiek beleid structurele maatregelen. Elke dinsdag, van begin mei, eind april begin mei, tot begin juli houden we vol. Elke dag, elke dinsdag. De politiek denkt, de vakantie komt eraan. Het zal wel overmaaien. We zullen wel zien wat we kunnen doen. Maar het waaide niet over. Wij kwamen krachtig terug op 4 oktober. Een grote betoging van de Vlaamse en Brusselse werknemers in de gezondheids- en de welzijnssectoren. 20.000 man in Brussel. Nooit verwacht. De kleine ring werd bezet. Chaos in Brussel. Niemand was voorbereid. Wij dachten, dit kan niet genegeerd worden. Hier komen akkoorden over. Maar de politiek applaudisseert en geeft ons schouderklopjes en zegt dat we goed werk doen. Maar de politiek bougeert niet. De schaamte om te staken wordt afgelegd. Stakingen beginnen op 1 december. Het ordewoord is, elke instelling doet wat hij kan. Personeelsvergadering, de straat voor het ziekenhuis of de opvoedingsinstelling bezetten, pamfletten bedelen aan bezoekers, betogen, staken, ieder naar draagkracht. En als we al die draagkracht bijeenleggen, dan geeft ons dat een zeer groot algemeen draagvlak. En dat hadden wij. En stakingen breiden uit. Een tweede mijlpaal, 27 januari 1989, een nationale betoging. Nu doen ook de andere bonden mee. Ook Wallonië doet mee. Wij zijn in Brussel met 40.000. Met 40.000, nooit gezien. De politiek bougeert, maar doet slechts schrale voorstellen. De strijd gaat door, tot we akkoorden bekomen. En die komen er. Voor alle personeelsleden, onderhoudspersoneel, arbeiders,
paramedisch personeel, administratief personeel, opvoeders, verpleegkundigen en zelfs directies. We worden nu beter betaald en er komen personeelsleden bij. Een grote overwinning van de daadkracht van de basis. Jammer. Echter, de structurele maatregelen blijven uit. Integendeel, voor elke nieuwe eis moeten we terug op straat komen. Moeten we terug betogen, moeten er terug stakingen gebeuren. Maar dat duurt nu al 30 jaar. Altijd opnieuw. Altijd opnieuw daagt men ons uit. Maar de vakbonden houden vol. Altijd opnieuw houden ze vol en proberen ze akkoorden te bereiken. Maar ondertussen bouwt de politiek de sociale zekerheid af. Laat sociale verzekerden en werknemers betalen. Ook vooral de woon- en zorgcentra, de rusthuissector, wordt zwaar getroffen. En dat zien we de dag van vandaag ook. Jullie krijgen vandaag en reeds maandenlang applaus. Helden, beste personeelsleden, helden zijn jullie nog altijd. Nog altijd in de strijd. En jullie momentum is nu gekomen. Nu is het alles of nooit voor de structurele maatregelen. Zet de strijd verder. Eis structurele maatregelen. En vooral voor alle personeelsleden, roep hard, roep hard, roep hard. Loon naar werk, met meer aan het werk. Loon naar werk, met meer aan het werk. Loon naar werk, met meer aan het werk. En vermits we toch een zachte sector zijn, las ik ook in de tijd gedichten in onze grote militante vergadering. Ik doe het vandaag ook, om elk van jullie aan te zetten om de strijd verder te zetten. Iemand stelt de vraag. Remco Kampert. Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. Zoals storm met zacht geritsel in de tuin of de kat die de kolder in zijn kop krijgt. Zoals brede rivieren met een kleine bron verscholen in het woud. Zoals een vuurzee met dezelfde lucifers die de sigaret aansteekt. Zoals liefde met een blik, een aanraking, is dat je opvalt in een stem. Jezelf de vraag stellen, daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen. Remco Kampert. Zet de strijd voort. Succes!